Daan Klomp, nog steeds bij de selectie van NAC. Vandaag weer een half uurtje mogen invallen. Hoe heb je voor jezelf gespeeld? Ik denk dat ik wel aardig ben ingevallen. Ik heb mijn taken uitgevoerd die ik heb meegekregen. En aan de bal gewoon mijn ding gedaan. Wat zijn dan jouw taken? Wat voor taken krijg je dan mee vandaag? De laatste lijn neerzetten. Corners verdedigen moet ik het een beetje wegzetten met de achterste linie. Aan de bal gewoon durven, lef hebben en gewoon de mensen strak in durven spelen. Maar als je zegt de laatste lijn wegzetten, betekent dat dan ook echt coachend? Ja, gewoon mensen op een plek neerzetten en kijken waar de gevaarlijkste man is. Ja, want wat je opviel was dat de eerste helft hebben ze verdedigend Kogge-Mets natuurlijk samengespeeld. Een paar verkeerde ballen gespeeld, maar voor de rest solide, geen doelpunt tegengekregen. Tweede helft, eerste kwartier heel ongeconcentreerd gespeeld. En toen kwam jij en toen heb ik eigenlijk 3-4 hele goede intercepties van je gezien. Nou, dankjewel. Ja. Daar sta ik voor. Dat is, ik probeer natuurlijk mijn best een beetje voor te zetten en geen tegendoelpunt te incasseren. Nee, maar heb je dat zelf dan ook in de gaten? Hè? Want vanaf het publiek hoorde je ook wel wat mensen met elkaar praten, dat je toch wel een paar keer goed hebt ingegrepen. Maar heb je dat zelf ook niet dat gevoel? Ja, het geeft wel vertrouwen als je zo'n bal zeg maar, die voorkomt net weg kan tikken. En dat neem je wel mee. Ja, want uiteindelijk is de speel gewoon nog heel dun in de verdediging. Hè? Erik Palm Brown is bijgekomen, maar Kogge-Mets die je moet het doen. En dan ben jij er. Heb jij een beetje het gevoel, zeker na zo'n voorbereiding, zo'n trainingskamp en trainen met de gasten, gaan wij wat meer van je zien? Ik hoop het. Ik zit er op het moment gewoon lekker in. Ik probeer ook fit te blijven, dat was vorig jaar ook een puntje van mij. En ik hoop gewoon tot ik minuten mag gaan maken. Ja, want vorig jaar ben je natuurlijk verhuurd, geblesseerd geraakt en daar is het een beetje misgelopen. Ja. In de training heb ik mijn kruisband daar verrekt en dat was echt een heel vervelend momentje. Want ik had daar het gevoel dat ik ook aan spelen toe ging komen. En toen ben ik teruggegaan en heb ik hier gewoon mijn dingen proberen te doen. Ja, want je ziet nu gewoon jongens van jouw leeftijd richting Helmond gaan. Jij zit nog steeds hier, dus ja, de kans dat je naar Helmond gaat is heel erg klein. De kans is heel erg groot dat je gewoon op de bank zit dit seizoen. Hoe schat jij je kans in? Ja, ik vind het lastig te zeggen. Ik weet het ook niet. Ik hoop gewoon dat ik ga spelen, maar ja. Maar heb jij dan niet een klein vuistje als jij met zijn Koch zo'n fout ziet maken vandaag? Zo hoort het wel te gaan in de voetbalwereld natuurlijk. De een zijn dood is de ander zijn brood. Maar ik probeer gewoon om mezelf te focussen en daar mijn vertrouwen uit te halen. Het schijnt namelijk dat een amateurjournalist ooit heeft gezegd 7 wedstrijden, dan sta jij in de basis. Die ken ik niet, die journalist. Die ken je niet? Die wetenschap maak je ook nooit belachelijk? Nee, dat probeer ik je aan te houden. Ja, dat je hem belachelijk maakt, dat mag prima. Oké, goed zo. Hey, succes. Hey, top, dankjewel.